Wij gaan midden in de nacht naar een verlaten klooster met ghost hunters. Dit wordt eng. Oké, ik ben helemaal alleen. Laat je maar horen. Wordt het koud, hè? Ja, 8 en 7. Het was net 10. En waar zijn jullie dan? Vervloekt. Opnieuw. Ja. Dat was het laatste woord. De volgende keer, bro. Weet je wat dat betekent? Wat de fuck? Dit lampje. Oh mijn god! Oh mijn god. Stop. Even niet filmen, boys. Klik op de abonneerknop. Nadat we de vorige keer op stap zijn gegaan met de Ghost Hunters, had ik eigenlijk verwacht dat niemand dit ooit meer zou durven. Maar toen, opeens, kregen we allemaal deze video in onze DM. Het was een uitnodiging om met hun op pad te gaan naar een nog engere plek. En als deze uitnodiging niet eng genoeg was, kreeg ik een paar dagen later ook nog eens een pakketje op de post. Ghost Files, file number 1, subject naam De Witte Maagd van Namur. Het is een poltergeist dwaler, intelligent reageert op interactie met mogelijke vrouw of doet zich voor als dergelijk. Jeetje. Ga je mee? Kijk, weet je, het is wel, zeg maar, ik zei de vorige keer, echt, dat heb ik eigenlijk wel lang... Je gaat mee? Ik ga mee. Oh. Oké, iedereen is in. We gaan weer naar België. Goeiedag. Ga ik nog iets zeggen of niet? Ja. Hey, hoe is het met de zenuwen, jongens? Ik ben niet bang. Ik voel het nog niet ofzo. Nee? Of niet dat gevoel, weet je wel. Ik wil een klein beetje. Ja? Ja, ik zei het net al tegen jullie, maar ik heb dit dus al een week, zeg maar. Een beetje. Ja, een beetje, omdat elke keer als ik eraan denk, fuck, gaan we dit nou weer doen? Hoe stom. We gaan dus naar, is dit de plek? Nee, zeg maar, dit gaat over, blijkbaar over een geest die rondwaalt op die plek. Hou je bek. Een poltergeist. Nu ben ik zo zenuwachtig, ouwe. Hey, hoe is het? Goedenavond. Goedenavond. Boerlijk heeft er zin in vanavond. Dus hier gaan we naar binnen. Daar gaan we naar binnen, ja. En wat is hier het verhaal ook weer achter? Meer dan 900 jaar geleden, nog voordat dit gebouw een vakantiehuis werd voor de rijken, was het een klooster. Hier woonde ook een maagd, genaamd Marie. Zij wijdde haar leven aan armenzorg en lepraleiders en gaf met haar man bijna al hun bezittingen weg aan de armen, in de naam van God. Hierdoor werd ze beschouwd als de heilige Maria en mensen vanuit heel het land kwamen naar haar toe om haar te bezoeken. Maar naarmate de tijd verliep en de aantallen van mensen die kwamen veel te groot werd, trok zij het niet meer en kon ze het niet meer aan. In het jaar 1207 besloot ze een leven te gaan leiden als kluizenares in een cel in het klooster. Ze verwijderde zich steeds meer van andere mensen en volgens de journalen van de kloosterorde gedroeg ze zich steeds vreemder. Ze liep 's nachts door de gangen of stond in een hoek tegen iemand te praten die er niet was. Vaak liep ze in een wit gewaad besmeurd met bloed omdat ze zichzelf verwondde. In haar laatste weken at ze niks meer en schreeuwde ze woorden in een taal die niemand verstond. Ze sloot zich op in haar cel, waar ze verdween en nooit meer terug is gevonden. Alleen haar witte gewaad, nat van het bloed, is wat er nog lag in haar cel. Ze is toen opgesloten geweest en daarna is nooit meer wat van haar genomen. Ja, oh, er is niks bekend over de dood. Oh, ja, man. Hier is overleden daarna. Dat weten ze niet. Dus nu lopen ze nog steeds over die gangen te rennen. Kunnen we die zelf zien? Dat denken ze, ja. We besloten, nu het nog licht buiten was, even snel rondkijken op het terrein. En vervolgens vanavond om 12 uur 's nachts terug te komen. En alle ghost equipment uit te testen om te kijken of we contact kunnen leggen. Hey, eerlijk, dit is echt een intimiderend gebouw. Het is ook gewoon groot en zo. Kijken. Kijk uit voor de morgen. Ja, joh. Gelukkig heb ik witte schoenen aan. En weer een supergoed voorbereid. Oh, goor. Ha ha ha!
Sorry, ik was even in een gat gevallen, ouwe. Jezus. Ja, niemand had het door, maar. Oh huh? Mijn god. Even niet in die gaten vallen deze keer. Oh, ik dacht we kunnen hier erin, maar dat is een hek voor. Waarom staat hier een warning sign? Zon staat overal. Zo, maar het dak is helemaal ingestort daar. Ja, wacht maar. Is dat niet gevaarlijk? Nee. Je wilt wel niet komen. Maar als die is ingestort, dan kan die ander toch ook instorten? Nee, op zich. Kan dat niet? Dat kan zeker, maar... Maar fuck it. Wat een grimmige boom ook, hè? Lijkt die Harry Potter boom, weet je wel, met die auto en dan... Nee? Okay. Oh, pas op! Oh, wow! Ik vertrouw het niet. Nee, ik ook niet. Ja, ja, doe dat vooral. Oké, okay, je moet naar de overkant springen. Zieke bank. Kijk alleen maar naar die wow. Kijk dat bruggetje. Holy shit. Maar dit was dus een klooster? Dit was een priorij. Wat is dat? Priorij is een soort vakantiehuis voor moederoverste. Dus de hoogste leider van een klooster, die had dit als vakantiehuis. Oké. Okay. Maar hoe bizar dat dit je vakantiehuis is. Ja. Wat de hel? Ik heb hier wel gevoetbald. Hoeveel ruimte wil je hebben? Ik denk alsof daar licht brandt, man. Nee, kan weer. Oh ja, inderdaad, ja. Het lijkt inderdaad alsof daar een lamp. Alleen het is een straatlamp daar die doorgaat. Sommige heb je gordijnen en andere niet. Oh ja. En deze kijk, lijkt gordijn. Alsof iemand het open heeft gemaakt. Dat is eigenlijk het alsof iemand hem nu open houdt, ja. Kijk, hier staat een lantaarn daar aan die andere kant. Is dit de ingang? Dit is de ingang. Hier naar boven heb je de theater. Ik heb dus nog geen lamp bij me, dus dat is echt super handig. Oh, dit is het theater. Wow. Ja, zoals je sick, kun je even kijken? Ja, 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 gaan we kijken. Wow. Eens kijken hoe dit hangt. Wow. Ik vertrouw dit ding niet, het is van hout. Oh mijn god. Wat is dat, een bal? Oh, daaronder zit ook nog. En die stoel, hier, waarom staat er weer een random stoel? De deur met die kogels. Als je kogels vindt, moet je de politie bellen. Volgens mij ligt hier ergens, als je dadelijk geweerschoten hoort, hier ligt ergens een schietbaan van het leger in de buurt. Nee joh. Ja, want hier liggen ook wel eens kogels, dan moet je de politie bellen. Staat er allemaal op. Jezus. Er staat daar 1, 3, 1, 2, 1 plus 2 is 3. Ja, dat zijn we. Dit was nou. Dat hadden ze hier ook. Ligt er nou water op de grond? Oh ja. Die gordijnen ook nog. Sick. Zo'n rare vibe hangt er daar aan. Zodra je buiten bent, ben je meteen als het weer gerustgesteld. We hebben een klein stukje van het gebouw gezien en het begon donker te worden. Dus we besloten weg te gaan en vanavond terug te komen. We hebben een Tamos gun. Even kijken of iemand achter de graden is. Die doet echt meter. Die doet de temperatuur van iets meter. Ik wil deze halen, ik wil deze. Oh mijn god. 2 meter. Ja, die neem ik niet. Zijn dat er genoeg? Ja. Ik denk dat dat er genoeg zijn, of niet? Ja, die zal ik zeker aan. Meer kregen we eigenlijk niet gericht. Die ga ik 100% aanzetten. En voor de rest hebben we de rempot bij ons. Dus dat ding wat we aangaat, ja. Die ronde pot. Maar is het ook hoe verder je van iets afschijnt, dus hoe minder accuraat? Kan ook, hè. Er moet natuurlijk, daar zit natuurlijk wel wat verschil in. Ik neem deze pik veilig. Je weet aan de temperatuur. De rempot hebben we dus bij 2 stuks. 2 verschillende soorten. En, digitale K2-meter, IMAP-meter. Wat is het, Jan? Hoor jij die bom? Ja, ik hoorde ook een bom. Zoals van knallen, ja, hoor ik ook, ja. Zijn dat die militairen? Ja, dat kan die militairen zijn. Oh, ja. Dus we hoorden net al mitrailleurschoten en zo wat allemaal. Is dit een dom idee? Absoluut. Let's go. Ik ben warm, jongens. Oh mijn god. Kijk zo warm. Jezus, Daniel, jongen. Kom, is pas neer. Kom, is pas. Horloge is weg, ik ben helemaal in de war, man. 130.000 euro, pik! Iedereen is echt zo onhandig van deze groep. Er gaan sowieso mensen vallen. Kom,
Wat is er zo in? Videoclip, pik! Hij gaat niet afhalen. Chill. Dus ze doen nog zo stoer. Oh, ja. Ja, dit gaat binnen... Radioactieve dingen. Wat zeg jij? Ik denk 20 minuten is het helemaal ontslagen. 20 minuten zijn ze sowieso anders. In 20 minuten gaan ze weer op... Kijk, wat doe je allemaal? Gast, kijk dit. Oh. Gewoon loopt, joh. Ik kan ook niet zo dicht bij jou. Voor mij is het nog steeds niet afgegaan. Oh ja. Moet je de foto van je besturen? Kijk, is het uit. Huh? Oh mijn god! Oh mijn god. Wat is dit? Nee. Een schaap. Dood schaap. Een dode schaap. Wist je nog wat de vorige keer ook zoiets zijn dat ook gebeurde? Ik ben weg. Stop. Wat zei ik? 20 minuten, nog niet eens. Huh, zijn het allemaal botten? Oh. Huh? Oh. Wat is dit? Dat is een lammetje. Waarom liggen hier allemaal botten? Een kippenboete. Oké, we moeten. Maar is dit een schaap? Ja. Ja. Weet ik veel. Nee. Hoe weet je dat? Omdat hier. Omdat ik hier nu een schapenvacht. Oh, ook. Oh, teringleien. Ongelooflijk, echt. Ik was het niet. Was dat nou echt nodig? Oh, of hij was bruin. Oh ja. Kan ook. Ja, ja, jij was het. Ik was hem. Goed luisterd, hoor je. Nee. Okay, Wacht, waar is Maurice eigenlijk? Ja, waar is Maurice? Ik zou hem bijna niet meer. Maurice! Ik vind het niet chill. Is hij iets engs aan het uitvoeren? Maurice! Waarom is Maurice? Verder, ja. Oh, hij is daar aan het filmen. Waar? Laat verder op zien, hoor. Fuck. Oké, nu begin ik eerlijk. Wacht even. Het is nu iets anders dan de vorige keer. Ja, die mensen, ze zijn te chill. Ik heb het idee dat ze expres enge dingen gaan doen. Heb jij een scheet gelaten? Oh mijn god, jawel, ik ruik het. Gadverdamme. Wie was dat dan? Hiermee, omdat ze twee jaar al onder je deden, was de vloer hiervan nog eens verwarmd. Hier is weer zo'n bot. Dus had je... Hier, check. Oh, een deegroller. Inderdaad, een bot met een deegroller. Wow, dat was echt een tering vet effect op camera. Sorry. Steven, kom eens. Wat? Ik liet net wel die scheet. Ja, teringleider, dat wist ik. Het stond gewoon aan jou fucking aan. Eerst ook nee. Gaan ze lopen nu wel eng achteraan. Zo, 7, 3, 8. Ik zag er niet zeven. Maar is dit de kelder waar jullie het over hadden? Nee. Oh. Wow. Die andere kelder is beter. We gaan nu naar een andere kant van het gebouw waar meer activiteit was. En daar gaan we onze eerste testen uitvoeren. Ik snap niet waarom Maurice heeft zijn eentje weggelopen. Ja, dat is toch gek, hoor. Ik kan niet wachten. Het is zoveel zin in. Oh mijn god, is dit de kelder? Nee, jullie. Dat is een kelder, ja. Daar ga ik niet aan. Ja, ik moet al even van tevoren kijken of het allemaal gaat. Ja, dat is wel fijn. Oh mijn god, dat ziet er zo. Gaan ze lekker naar de mens? What the fuck, bro? Ik ben echt erin dat staat. Ja. Dit is echt eng, gast. Er gaat wel veel geesten van de boer. Waarom beweegt die deur? Dat deed Daniel niet. Toch? Dit leek een persoon. Oprecht lijkt het een. Deze stoel staat hier van mij, zei hij. Deze stoel staat van jou. Ja hoor, in het donker een beetje feeling krijgen. Het is niks beter dan zo'n grote gang te hebben voor je. En dan moet ik daar zitten. Oh, en dan? Wat het is als het in de pikje donker was. Maar heb je dan meer kans op geesten? Ja, dan hoor je veel beter en dan stoort je niks. Dus dan kun je volledig focussen op wat er in je omgeving gebeurt. En waar zijn jullie dan? Vervloekt. Opnieuw. Ja. Dat is gewoon het eerste woord wat we krijgen. Is dat het eerste woord dat ik krijg? Dat is het allereerste woord wat ik doorgeef. En daar zijn we de vorige keer. Daar zijn we vorige keer. Dat was het laatste woord van de vorige keer, bro. Weet je wat dat betekent? Wie was dat? Oh, what the fuck was dat? Huh? Gast, ik hoorde ook iets daar. Yo, ik dacht dat het een van jullie was. Nee, ik hoorde ook iets. Wat was dat? Ja, maar niemand stond daar. Oh, die is ook gek. Dat was tering eng, gast.
Oprecht, straks zit hier iemand gewoon. Wat de hel, ouwe? Oh. Hij zegt kijk maar, die app. Wow, joh, dit begint meteen al heel intens aan. We zijn net begonnen. Luister, we zijn hier, we komen vervloekt, net als de vorige keer. Deur dicht, kijk maar. What the hell, ouwe? Dit is letterlijk de eerste keer dat ik gewoon een deur of zo echt dicht zie gaan. Dat ik zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Dat is denk ik stil buiten. Stil is? Dat is buiten. Is stil? Stil. Is stil? Oh, honden, man. Ja, dat zijn die honden. Niet chill. Ik heb oprecht gewoon nu het idee dat er voor iemand zit. En vlak na dit hele chillen moment was het tijd voor de eerste sessie. Bianca gaat met de rest naar beneden die andere kelder in. Ik blijf bij jou. Ja. Nee, maar we doen wel het licht allemaal uit. Dan ga jij mij vertellen wat je allemaal voelt en wat je hoort. Dus. Kijk, wacht even hoor, want waarom gaat die deur dan nu niet dicht? Nou, nu staat hij op een goede positie. Als je hem iets dichter doet misschien. Ja, kijk of hij dat uit zichzelf vindt. Grote deur, nou, dat was echt eng. Kijk, dat is dus ik trok hem helemaal een beetje naar me toe, gewoon zit. Ik trek hem helemaal een beetje, dan nog gaat hij niet helemaal dicht. Kijk, wij zijn bezig met... En net klapte hij ineens helemaal niet zo hard. Dat is wat wij doen. Wat stil is hierbij? Ja, dat zijn die honden. Ja, geen chill idee. Dus, gaan we doen? Ja, is goed. Ja, maar jij neemt het allemaal naar beneden. Ik zou nu dus in mijn eentje boven blijven met Maurice. Gelukkig spraken ze me nog wel wat moed in. Later, guys. Bro, hey, luister dan. Op wie heb jij je erfenis? Mag ik wat hebben? Ja. Die auto van je, staat mijn naam, toch? Oh, mijn god. Hey, maar, Ja? Vorige keer waren we nog wel een soort van het opbouwen. Nu gaan we echt gewoon in één keer. We zijn echt net binnen. We gaan echt in één keer gewoon in de diepe. Ja, maar je zit toch in één keer ook in de plaats waar je moet zijn, of niet? Dat is waar. Nou, ga zitten. Hoezo moet ik zitten dan? Ja, jij wou gaan zitten in de ruimte. Maar ik heb allemaal handen vol met de lamp. Die ja, die lamp gaat uit. Oh ja. Nog een keer. Nou. Maar is dit een goede plek dan, denk je? Ik denk dat dit wel een goede plek is. Oké. Okay. En deze deur die knalde net heel hard dicht, hè? Dat vind ik niet chill. Ja, het begint wel goed. Het heeft zich dus herkenbaar gemaakt dat er hier iets is. Ik zet hem op record. Laat de goede in het midden staan. Ik ga... Oh mijn god, worden. Oh mijn god, die deur ging weer dicht. Oh mijn god. En laten we hem gewoon dicht. Ik zei het net nog. Oh joh, ik heb helemaal kipvel, hè? What the hell? What the fuck? Maar hoezo vind jij dit dan niet eng? Wat moet je dan eng vinden dan? Er gaat een deur vanzelf dicht, hard ook. Ik denk niks. Gaat er nu af? Temperatuur gaat omlaag. Dat zit hier. Ga zitten, ik sta met de rug naar die hele diepe gang in, dus zo die bang moeten hebben. Nou, ga zitten. Doe die lamp uit. Gast, maar wat? Ik zit nog niet eens en dit gebeurt allemaal. Waarom stopt hij nu? Zitten en doe de lamp uit. Waarom stopt hij nu dan? Omdat datgene dus opgehouden is. Ik vertrouw die deur niet. Lamp uit? Ja, lamp uit. Oké. Okay. Dan wil ik dat je gewoon even voelt en goed luistert. Stel me vragen. Wat voor vragen stel je dan normaal gesproken? Oh mijn god, ik vertrouw die deur zo erg niet. Wie is er hier? We zagen net dat hier de deur dichtgegooid werd. En we weten dat er van alles hier rond kan. Gast, ik ga hier niet zitten, man. Fuck dat. Laten we dit later vanavond nog even een keer proberen. Ik vond het wel heel veel erg van 0 naar 100, denk je. Ah, kom op. Niet? Nee. Niet? Wat wil je nog meer dat er gebeurt dan? Ik wil het daadwerkelijk zien. Oh mijn god, nee, ik heb het warm. Maar wat wil je dan zien? Ja, laat ik die verschijning dan eens zien. Hier en nu. Dus niks beters dan dat. Oké, goed punt. En als je dat dan op twee camera hebt, dan weet je toch gewoon echt dat er wat is. Ja, vorige keer in die opname zagen mensen wel allemaal schaduw en zo. Dat kan. Zeker. Weet jij nog dat je dingen dan niet met je blote ogen ziet, maar wel op camera? Ja, dat is ook. Meestal zie je ook op camera. En dat is omdat camera's die filmen alles met lenzen. En jij kijkt met je ogen en dat werkt niet hetzelfde. Dus hou goed in de gaten of je iets ziet in deze video. En laat het weten dat het zo is. We gingen nu naar de kelder, waar al de anderen ook bezig waren met een andere sessie. Nee,
Dat zorgt totaal niet van de fluit. Nee. Gaat het? Zo. Gast, ik ging zitten op die stoel en hij deed die lamp uit. Meteen klapt die deur zo, boom. Hey, alweer. Weer. Ja. No joke, ouwe. Kan iemand schijnen op die bloempot? Bloempot. We gingen hier in de kelder nog heel even verder met proberen contact te leggen. Als er iemand hier is, dan laat de raam voor ons afgaan. Hij ging af. Nee, hij ging af. Ik zweer het. Hou je bek. De drempel ging niet af. Hij deed piepje. Wel, hij deed een piepje. Als er iemand hier is, laat de drempel nog een keer afgaan. Oh mijn god, zeg je dat? Hij ging af. Dankjewel. Hij ging af. Ja, een paar piepjes. Nu zit er iemand bij, toch? Ja, veel mensen ja. Begaan. Het is een gadekouder, guys. Je liegt. Nee, ik ben serieus. Het was net 10, nu is het 9. Jij zei het toch dat het kouder was te zijn? Ja. Ja, het is een gadekouder. Van net 10 naar 9. Oh, nu 8.9. Ben je serieus? Nee. Pak me eens goed vast en anders merk ik dat je er bent. Dood, wat steeds kouder dan. Hoef niet bang te zijn, raak het nou maar gewoon aan. Net kon je ook een deur dichtgooien. 8.6, 8.7. Het wordt steeds kouder. 8.7. Het wordt kouder. Ja, 8.7. Het was net 10. Je gaat u wel af. Oh mijn god. 8.8. Heeft hij nu vast? Die heeft hij nu vast. 8.6. Wordt het kouder? Ja, het wordt kouder. 8.7. Laten we het echt goed afgaan. Laat eens merken dat je er bent. Ben je watje? Wat is? Goed uitdagen, hè? Ja, je wilde wel heel graag wat er aan. Als jij van die baant, dan laat het dan van het elkaar. Vaarwel, vaarwel. Wat zei hij? Hij zegt vaarwel. 8.4, joh. Vaarwel. 8.2. Hij is nu weggegaan. 8.3. Hij is weg. Je hebt hem wel een beetje beledigd. Zullen wij eens zien? Dat is dus een watje. Dus het kan zo zijn. We zijn al met een goede start. Ja, we zijn echt letterlijk net begonnen. Ja, dus wat... Vorige keer duurde het echt lang voordat we zoiets. Wat betekent? Is het een slecht voorteken? Ja, ik ben bang van wel. We besloten naar het theater te gaan om daar weer een sessie te doen met de koptelefoon. Net als in de vorige video. Ik had het gevoel dat we iemand miste. Ja, ik heb het nu. Ja, hebben we dat nu ook? Alsof er iemand mist inderdaad. Ik heb het gevoel de hele tijd. We zijn met 7 man, maar het voelt alsof we nu met 8 man de deur ging dicht. Ouwe, hoorde je dat? Dat is gewoon tof. Nee, dat is niet. Dat is niet de deur, toch? Jawel. Oh. Hij ging wel dicht, maar hij stond nu volgens mij een beetje op een kiertje of zo. Zeg maar, kijk, nu komen we er net doorheen of zo. Dan denk ik, oké, je hebt hem een soort van half open. Ja, en ja, dicht. Precies. Net stonden we gewoon kapot lang daar en opeens gaat hij dicht. Inderdaad. Nee. Ik heb gehoord de fluister, dat laat door. Doe maar door. Wat ga je doen? Hij hoort het fluisteren. Doe maar door. Wat zei je? Ik hoorde iemand fluisteren. Chill idee. Hij gaat gewoon in zijn eentje nu in die gang staan hier. Ze zijn nog gekker. Ik zweer het. Kom, ga weg. Hoe voel jij je, Bianca? Ik kan weer ademhalen. Ja, man. Heerlijk, buiten is gewoon benauwd. Dit zijn wat beelden die Maurice maakte terwijl wij buiten stonden te wachten. Oké, ik ben hier nou alleen. Laat je maar horen. Ja? Ja? Kom maar. Dit was de eerste keer dat de K2-meter zo hard afgaat. Ik weet dat je hier bent. Waar ben je? En op dat moment hoorde hij voetstappen vlak achter zich, terwijl wij veel verder buiten waren. Toen kwam Maurice weer naar ons toe en besloten we naar het theater te gaan. Is dat nou een koken? Sean, ben jij er geweest? Een dankje.
Wat gaan we nu doen? Nu gaan ze weer met die koptelefoon door. Nu gaat er weer zitten. Nee, ze hebben gekke shit. Ik weet niet, man. What the fuck is dat? Ik ben wel bang, maar gewoon gezond of zo. Gezonde spanning. Ik heb zelf de jas aan het zien. Dat jij mij die letterlijk gegeven hebt. Ja. Durf jij die koptelefoon weer op te doen? Ik kan zitten al, hè. Ik snap het niet, wat gebeurt er? Wat snap je niet? Kijk maar in de edit. Als je de vorige video nog niet hebt gezien, met deze koptelefoon op kan je woorden horen tussen radiozenders die de geesten gebruiken om met ons te communiceren. Je kan de rest van de mensen in de kamer met de koptelefoon op niet horen. Maar hoe is het? Oh mijn god, een steen. Ik heb wel die dope wel. Zit jij aan mijn tas? Doe maar je zakken. Ja, ik stond in naast Daniel, maar het voelde alsof er iets op mijn tas tikte. Niet? Ja. Ja, ik maak nee. Echt... Toen je hier stond? Toen ik hier stond. Jullie zeiden als je iets voelt benoemen. Ik sta hier. Ja, benoemd zijn. Ik denk dat ik gek word misschien, maar... Maar wat voel je dan? Gewoon zo? Ja, nou, maar één tikje gewoon. Één tik. Maar er stond niemand achter je? Nee, Daniel stond naast me. Waarom ben je zo kalm? Nou, omdat ik niet zeker... Zeg maar, het kan ook gewoon... Ja, ik weet het niet. Misschien is het niet of zo. Ja, nou, het is wel goed hier, dus... Het zou heel goed kunnen. Dat het inderdaad dus aan je tas heeft gezeten. Bianca kreeg iets op die koptelefoon binnen. Ja, ik heb hem niet op, maar je hoorde het ook, hè? Ja. Mag luisteren? Ja, tuurlijk. Volgens mij wat hoor ik. Het is een vliegtuig. Ik hoorde ook iets anders. Ja, ik hoorde ook wat anders. Een soort baby of zo. Ja, dat hoorde ik. Ja, een soort baby of zo hoor. Ja, ik hoorde ook iets van een baby. Ja. Zo meh. Ik hoor een soort katachtig. Wel beetje rust. We voelden helemaal geen chille vibe in deze kamer, maar besloten daarom nu de sessie te starten met de koptelefoon. Oh mijn god. Spelen is zo kort bij je komt en dan weer weggaat. Omhoog. Omhoog? 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 Wat moet omhoog? Moeten wij omhoog? Daniel zette als eerst de koptelefoon op deze keer. Alle tienen zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is op wat heb jij shot staan? Alles? Ja. Ja? Meer dingen doen. Hij zei net ja, met 5 seconden geleden. Ik moet alleen zeggen. Oh joh, dat was jij gaaf. Wat? Ik hoor wel echt. Ik hoor het, maar ik kan ze echt niet verstaan. Ik ga zitten. Boven. Boven alweer? Hé, hey, boven. Kijk, boven, dat zijn net die... Die app zet het ook, toch? Omhoog, boven. Wat is hier boven dan? Hier te druk. Een balkon. Ja, en een dak. Waar is het? Te veel mensen hier. Druk. Oh mijn god. Wil je dat wel eens opzoeken? Hij zei druk. Ja. Marie zei druk. Help, hulp. Hulp nodig. Oké. Weg? Hier. Weg hier? Zijn ze? Ben je weg hier? Zijn we met de wereld? Moeten we maar minder zijn? Ik wil hier weg. Dat was echt een hele duidelijke zin. Die was heel duidelijk. Ze wil weg. Zit je gevangen? Ze knikt ja. Knikt ja. Dat zeg ik. Eenzaam. Koorts? Heb je koorts? Dat koorts. Wat zeg jij nou weer? Is dat gekoorts? Oh, het is dood geen woord. Oh. Oh ja. Fucking ja? Ja, de afgelopen 30 seconden heb ik echt koud geworden. Ik wil ook zeggen. Met tenen gehad. Vorige keer was het. Bloed. Tenen. Bloed. Arm. Wat is er gebeurd dan? Moord. Moord. Ik. Nee. Heeft ze een moord gepleegd? Ja. Maar kijk, niemand weet toch hoe ze dood is gegaan? Inderdaad. Gast, ze zei... Wie heeft je vermoord? Zei ze ik.
Maar ze is toch verdwenen, ja, maar niemand, misschien is ze zichzelf wel gewoon... Kindje. Was je zwanger? Was je die maar? Maurice, joh. Maurice, wij moeten zelf zo. Ja, man. Waarom zit je dan vast hier? Heb je een kindje gevonden? Even niet filmen, boys. Even niet filmen. Even niet filmen. Wacht, het is emotioneel. Stil. Misschien moeten we even buiten wachten anders. Wacht, dat ding gaat af. Dat ding gaat af. Die K2. Oh mijn god, gast. Jouw K2. Misschien krijg je die K2. Hij gaat opnieuw af. Ja, heel slim. Het voelt toch niet chill als je het aan je hand hebt. Nee, hè? Waarom doet jou het niet? Hij staat uit. Ja, god. Hij komt expres uit. Hij staat de hele tijd. Oké. Okay. Ja? Ja. Hadden we? Ja. Ja? Kan je vertellen wat er is gebeurd? Wat gebeurde? Ik voelde eigenlijk wat ik doorkreeg. Dus wat diegene wat ik... Ja. Wat? Ja, dit is mij eigenlijk nog nooit overkomen dat ik, ik daar zo op reageer. Maar wat ik allemaal doorkreeg, dat gevoel, dat voelde ik. Dus pijn en eenzaamheid. Pijn en eenzaamheid en voornamelijk heel veel verdriet. Maar ik zei al tegen Maurice van, ja, theater ingaan, ik weet niet. Misschien is het een goed idee als we dan weggaan, toch? Weer naar thee. Gaan we zo dan? Maar jullie hadden ook opeens allemaal een hele koude... Ja, ik voel me steeds koud, man. Mijn billen voelen koud. Het klinkt heel gek misschien, maar... Nee, maar thema's. Ja, ik probeer gewoon te omschrijven wat het is, man. Hij vertelt gewoon eerlijk hoe hij zegt. Zat er geest aan je bil? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel klaar ben voor dit. Oké. Ik wil ook niet dat hij alleen naar de auto gaat. Hoezo? Wat dacht ik? Ik ben wel oké nog. Maar niet te lang, want ik ben wel koud en... Nee, ik ben oké om nog een kamer te doen. Boys, succes hè. I am out. Hey, succes, ik ga hun naar de auto begeleiden. Misschien kom ik zo meteen terug. Ik spreek jullie. Rustig aan. Oké, later. Hij is uit. Ik heb er wel een bom. Die lamp is uitgevallen. Hij is oprecht uitgevallen. Nee, we gaan het samen. Huh? Hij is niet leeg. Hij viel uit in mijn hand. Nee, oké, wacht. Tom. Of ik klik de volgende. Nee, maar je moet hem ingedrukt houden. Kijk, het gaat pas uit als je dit ingedrukt houdt. Ja, maar energie toch? Dat zei je toch? Ja. Maar is goed, dan wij wachten bij de auto. Wij zien jullie zo meteen. Ja, dat... Hij is weer uitgevallen. Je lult. Ja, hier. Je meent wel van. Ik zie het, hij is weer uitgevallen. Hè? Wel bizar dat ze precies als hij weggaan die lamp uit had. Ik hoop dat ze weg uit. Je valt wel echt een snel leeg, man. De camera is 23% gehad. Het is ook bijna leeg. De batterijen van al onze apparatuur ging veel sneller leeg dan normaal. Volgens de Ghost Hunters gebruiken entiteiten energie uit dat soort apparaten om te communiceren. Je voelt wel dat je ineens met minder bent ofzo, toch? Ja, meteen andere vibe. Ja, man, dat wel. Wat was dit dan? De danszaal wel? Dit is de balzaal. Dit was de balzaal. En ze hebben net ook gezegd omhoog. Gast. What the fuck is dit? Oh, dat is een auto. Huh? Oh my. Het klonk echt zo'n soort van dus wind die dwars door het gebouw in kon. Ik kan nu een film. Er gebeuren wel rare dingen nu opeens, man. En de buurt mee. Nee. Ik heb ook niet echt een chill. Ze zijn de hele tijd aan het kloten met die camera. Alsof je iets snel doet of zo. Alsof zij het ook niet echt weten. Hier zijn we nog helemaal niet geweest. Zolder. Gaan we naar de zolder? Daar is weer. Is dat weer een auto? Dat klinkt echt niet als een auto, man. Nee. Ja, dat is een soort vliegtuig. Je kunt hier een beetje bij.
Ik doe het licht uit, zie. Oh mijn god. Ja, hier moet ik ver uit de buurt blijven. Hier moet jij niet heen, zal ik gaan naar de groep? Kijk dan. Gast, kijk, dit is de zaal. Wow, deze zaal is tering eng, gast. Kijk, dat is er overal gaten naar achteren. Kijk dan, deze zijn gewoon zodat het niet inzakt, zie je dat ook? Dat is meer hier, was. Dit is allemaal die spitten, dat niet in elkaar zakt. Ja. Deze kamer had te veel instortingsgevaar, dus we gingen even twee verdiepingen naar beneden. Gast, in deze gang. Is die vet of niet? Ja, is die vet of niet? Holy shit. Fucking sick. Je die... Ik denk dat we hier iets moeten doen. Ja, hier... Zijn het allemaal keutels? Ja, schapen lopen hier. Schapen? Ja. Hoe lopen schapen hier? Die komen hier ook boven. Dat skelet hieronder. Dat is, hier liggen meerdere skeletten op die schapen. Wat? Je laat niemand dat die gewoon razen. Die lopen hier ook gewoon in de winter gewoon rond. Wat lijkt? Gaat, dan schrik je toch dood, dus je bent een schaap. Dus kijk dit. Dat is die kelder waar je net zat. Oh. Zo, deze brug is niet heel stil. Ah. Ik ga er niet... Maar zullen we hier... Ja, is goed, let's do it. Iets doen dan? Voordat de camera's uitvallen? Ja. We besloten hier nog één koptelefoonsessie te doen. Ga jij die koptelefoon opzetten? Goed. Ja? Ja. Oké. Maar toen ik beneden was, toen we z'n twee waren in die gang, dat was wel echt het engste tot nu toe voor mij aan. Ja. Maar nu zijn we weer met weinig en weer in een lange gang. Ja, inderdaad. Ben je ready? Ik ben best wel bang eigenlijk, man. Ik heb ook gevoel dat ik helemaal achter me hoor. Ouwe, je ogen zijn helemaal, er zit helemaal, helemaal vochtig. Ja? Ja. Gast, ik zie... Wat? Werkt het? Hoezo gaat die kerk opeens zo lang? Alsof alles nu bij elkaar komt of zo, weet je wel. Alles gaat door elkaar. Ja, oprecht. En precies als ik dat ding op wil zetten. Ik heb ook helemaal koude handen en zo open. Ja, man. Ik denk dat we het even snel moeten doen. Gewoon even snel. Ja, maar wat is Maurice aan het doen? Luister. Hij gaat elke keer weg. Maurice. Oh mijn god. Er zit al iemand. Zwijg bij de rampot. Hoor je het? Wat de fuck, waarom die bellen ook niet? Zo laat. Maurice. God, waarom piept het? Stel jij de vragen aan Stefan? Dat kan. Oké, okay, ik ga doen. Hij gaat gewoon nu al af. Oké, okay, fuck it. Ik ben hier nog steeds niet erg goed in. Ik kan me blijkbaar niet genoeg openstellen ofzo. Maar nu ging Siebe het proberen. En nu werd het wel weer heel erg creepy. Zo, helemaal duizelig ook geworden. Ga jij het even proberen? Ja, ik wil het wel even. Achter mij. Jij. Ja, ik. Glory. Nee. Wel. Kun je je naam doen? Frederik. What the fuck? Hoi iedereen. Ja, hoi iedereen. Hoi. Zeg jij dat? Nee. Gaat kom, raak dat ding eens aan. Rustig. Ik hoorde daar wat. Ja, dat hoorde ik ook. Dat hoorde ik ook. What the hell? Ga je daar kijken? Ja. Gozer, hoezo hoorde je Frederik? Ja. Hij zegt letterlijk, gozer, zeg je naam. Jij zegt Frederik. Ik zweer het. En dan popt hij gewoon af bij jou. Ja, hij ging even af, ja. Ja, maar ik heb het heel gezegd. Maar het was echt raar, ouwe. Het was echt anders dan ook vorige keer. Vorige keer was het hele andere zender. Hoe kan dat dan? Ik hoorde ook allemaal buitenlandse woorden of zo die ik gewoon niet kon verstaan. Misschien dat het wel Franse geesten zijn. Maar ook de sfeer is niet overal hetzelfde. Nee, inderdaad. Maar gozer, wij hoorden alle drie gewoon iets vallen daarachter of zo. Ik zweer het. Echt? Daarom is hij daar nu aan het kijken. Maurice?
Waarom reageert die gast nooit? Weet jij dat? Doet hij dat altijd? Doet hij altijd. Vervelend, zeg. Misschien wil jij nog één keer gaan. Iemand afsluiten. Ja, misschien wel. Ja? Ja, durf je dat? Oh ja hoor. Oh, ze heeft hem al op. Huilen. Moet je huilen? Ben je verdrietig? Hier. Ben jij dat bij de rempot? Ben jij daar? Buiten. Ben je buiten? Moeten wij naar buiten? Ja. Waarom? Wil je ons hier niet hebben? Kom eraan. Wie komt eraan? Misschien is Maurice die tegen ons praat. Via haar. Waar de fuck is Maurice? Hij is kapot lang weg. Was jij dat net die dat steentje gooide in die ruimte daarachter? Of tenminste, die dat geluid maakte daarachter? Nee. Wat? Ik weet het niet, ik schrok. Oh, van Maurice. Nee, van een schreeuw van een radiozender. Oh. En? Heb je een goede ervaring? Ja, ik vond het wel raar of zo. Ja, man. We kunnen wel nog één keer in het donker zitten. Ja, dat is wel. Ik ga nog even kijken. Ik denk dat we in de kelder, waar we zaten met z'n stoel. Daar gebeurde wel veel. Ja. Ja. Oké, fuck it. We gaan nog één keer dalen. Okay. We waren de vorige keer natuurlijk gestopt in de kelder omdat het te heftig werd. Maar we besloten als allerlaatste vandaag het daar nog even af te maken in het donker. Gast, die trap is gewoon aan het instorten daar, hè? Die kan dat. Hier, één trede is weg. We staan hier nu echt fucking onveilig. Dat is een super chill idee. We staan ook met z'n tweeën op zich, dus niet snel. Ah, dit is een soort squid game, weet je wel? Echt zo, ja. Loop even aan de buitenkanten van de trap, dat is het stevigste. Wie gaat er op de stoel zitten? Wie wil het gedaan? Ga jij maar zitten zien. Wat leuk, Steve. Hey, wat een goed idee. Ja? Oh mijn god. EVP-sessie. In de gang. We zijn hier met Bianca, Fries, Stefan en Sibe. En wij willen graag weten wie er hier ronddwaalt. En waarom je nog hier ronddwaalt? Tijdens het editen hoorden we hier opeens een heel raar geluid door de opname heen. Maar we weten nog steeds niet wat dit is. We hebben één iemand op de stoel zitten. Die kun je eens aanraken als je wil. Of je kunt die deur misschien weer dichtgooien. Ik hoor geluid. Ik zie, ik hoor het ook. Je hoort de deur. Echt? Ja, je hoort de deur kraken. Goed, ik heb wat bang. Kun je die deur dichtgooien, alsjeblieft? Het idee alsof er van alles. Oh, mijn god. Alsof er van alles achter je gebeurt. Ja, deze ruimte is überhaupt echt niet chill. Zo'n stoel is fuck dan, maat, om op te zitten. We voelden ons helemaal niet chill en besloten dat we gingen vertrekken. Maar toen. Wij gaan er langzamerhand mee stoppen. Hij heeft niks opgenomen. Gozer, kijk wat mijn zaklamp doet. Wat, hij heeft niks opgenomen? Hij heeft niks opgenomen. Zie je het? Oh mijn god! Oh mijn god, oh mijn god. Oké, we gaan. Ik heb overal kippenvel, gast. Oh mijn god. Waar is die lamp? Zag je mijn lamp? Die lamp van mij knippert gewoon. Ik ben teringbang. Ik ook. Ik ben teringbang. Gewoon zo, we gaan. Maurice, je hoeft niet te kijken! Hij gaat kijken. Zullen we hem hier gewoon laten? Er is niks te zien. En die waren echt dichtgegooid hoor. Goed, we gaan. Ik vind het helemaal mooi. Ik geloof dat hier iets is. Ik laat mijn man gewoon achter. Goed hè? Ja, ik snap het. Doei maar eens. Vind je dit nou leuk? Check dan ook even mijn tweede kanaal die net live gegaan is. Want daar doe ik ook analyses van deze video's op. En verder kan je ook gewoon abonneren op dit kanaal natuurlijk. Tot de volgende keer.